mensen van de landen. Hoe hern zie ik jelder ham en zwier en zwaai, of kloek en taai op jelder stekken staan. Mijn mensen van de landen, met paard en met ploeg, zie ik jelder slaven, tot laat en naven, of van je nachtens vroeg. Mijn mensen van de landen, hoe hern hoor ik jelder klappen, de spraak is zoet, de taal is toet, en sterk leg jelder stappen. Mijn mensen van de landen, bluft jelder wegen gaan, kop in de lucht, voor niet bedacht, dert en je bluft bestaan. We krijgen hier allemaal een stage daar. Dat is een ding, de... Hoe is dat naam daar? In het Vlaams noemen we dat pompoen. Ja, ja, ja. Maar ze zijn niet alleen dat dan, hè. Ze zijn meer de... Hoe is dat? In het Fransje. In het Fransje, ja. Dus dat moet brand in mijn hoofd zien, moet dat weten. Ja, dus je weet de Franse namen niet goed, hè? Nee. Ah. En wat kan je nog allemaal in je locht? En bij workers, hè. Workers, suikerboon, panees. Panees, dat is... dat cilantro workers, dat kan doen in de frituur. Is niet dat dat schaaltjes. En doet dat in de frituur, vindt, maar dat is toch goed. Je gaat het eten voor de entree. Ja, ja. Dat is goed. Ja, ja. Maar vent op. Ja, ja, ja. Oh. En celderie kopen, hè? Celderie, ja. En daar dingen... oh, blanco's. Dat zijn blanco's? Ja. Ja? En dat hier, Gerard? Wat is dat hier? Dat is die boon, met de boon. Uit de boon. Uit de boon. Uit de boon. Ja. Dat is een uit de boon. En heet er een nog? Maar ik heb daar chicorijn doen. Om het leggen van winter. Dat is, trekt dat uit in november. Hij doet dat in het land. Hij kan toch van dingen. Chikongse. Chikongse. Ja, dat is goed hoor. Dat is goed, ja. Ja, doe dat ook. Ja, 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 van alles. En hij toch nog? Wat kan je sala, doen? Salade ook, hè. Salade en een suikerboon. Ah ja. Dat is gewoon kool of is je raar? Ja. En nee? Maar handen, maar handen, gaan kijken naar weer. Wat kan je dan nog? En dat dit? Ja, ja, kan wat kan je nog? Maar handen is daar wel. Melissa, hij had de bedoeling om weer de opnames te gaan doen in Frans-Vlaanderen, hè? Ja. Of ja. Te gaan klappen, toch proberen te klappen met meisje. Ja. Voor hetgene dat je hier mee bezig bent. Ja. Hè? Ik zie dat je hier een soort tekening of een boek gemaakt hebt of zo. Ja, ja. Dus een vriendin van ik, Lopke van Akker, heeft dat eens. Dat zijn eigenlijk tekeningen voor te tonen wat dat we daar gaan doen. Dus het is eigenlijk al zo like in de jaren 60 en 70 dat ik nog meer van die opnames zou nodig hebben. Omdat ik zelf ook kijken was in het Vlaams, van in Frankrijk, van over de schreven. Maar in die autobahn staat niet alles dat ik zou willen weten. Dus zo nog een keer willen weten gaan naar mensen. Dat ik zo nog nieuwe mensen willen vinden die een beetje met ik willen klappen. Ieder gaat dan met tweeën naartoe. Eigenlijk is het de bedoeling voor iemand, mijn tweeën. Iemand die eigenlijk spreekt, hè, ja. Tegen die Frans-Vlaming, ja. En dan ja. Iemand die dan... Dat is eigenlijk een truc typisch in de dialectologie. Er zijn een paar redenen daarvoor. De eerste reden is dat we eigenlijk willen dat de mensen er zo goed mogelijk op hun gemak voelen. Omdat de taal toen natuurlijk best is, het spontaanst is. Ja. Je kunt geen fouten maken, want dat is geen examen. Ja, ja, ja. Maar de taal is als wat normaalst. Ja. En daarom weten we dat het beter is om met mensen te klappen die in leeftijd niet te veel verschillen. Ook ik daar ga zitten, mijn twee van in de 80, is dat al heel wat anders. Of ja. Dat een twee mee had met ik, die rond de 60 jaar is ja. En daarmee klapt. Ja. Die talen gaat al een ja. Beetje anders zijn. Ja, ja, ja. En ten tweede, ik ben van Lichtervelde. Dat is vele vodder of een twee bijvoorbeeld van Poperingen of van de Pannen. Dus is het eigenlijk beter dat er twee mee is, die ouder is, en die van juist over de grens is, die kan meegaan voor die vrouwen te stellen. Of eigenlijk het beste van alles, ook bijvoorbeeld naar Wormoed aan, dat er twee mee houdt van Wormoed. Die dat kan doen, die vrouwen stellen. Maar ja, we kunnen niet altijd... Vroeger ging het dan ook, ja. Maar vandaag ja, ja, dag, maar je weet, Melissa, het gaat stief rappen, hè. Het gaat stief rappen, dat is niet meer zo gemakkelijk. Nee. Allee, ik
Het is niet meer zo gemakkelijk als in de jaren 60. In de jaren 60 was het al moeilijk om dat te vinden. Nu, toen waren dat nog dikwijls de pasters die meegingen, of de kosters, of de schoolmeesters. Maar ja, nu is dat zo niet meer, dat ze die iedereen kennen. Er zijn nog heel weinig pasters ook in Frans-Vlaanderen. Ja. Maar ja, ideaal is dat dus al zo. En de mensen vragen toen voor te klappen over van alles, over noden tits. Dat is hier bijvoorbeeld over de dodo's, of over als ze gingen gaan dansen als ze jong waren, of over hoe dat was in scholen, zo'n ding, of... Ja, dat is al een beetje ouder, maar bijvoorbeeld die ouders van die mensen aan dikwijls nog beroepen dat je nu niet meer ziet, hè. Vele boeren natuurlijk, hè. Die leven met de suikerbieten, dat heb je daar veel in de streken. Melkboeren en vissers toen aan de kust. Je ziet dat nu minder, maar het is dikwijls dat de mensen daar nog kunnen over vertellen. Ja. En het zijn eigenlijk zo'n mensen dat ik zoek. Ze moeten daarom niet over zo'n stil kunnen klappen, maar ik zoek eigenlijk gewoon mensen die nog Vlaams klappen in de streek. Eigenlijk doe je een oproep Melissa, om Frans-Vlaming of mensen heel dicht bij te schrijven, te mobiliseren of die bereid zijn om te klappen met hen. Ja. Eigenlijk mensen van over de streven, dus vanuit Frankrijk, Vlaming vanuit Frankrijk, die willen klappen met ik, een oor werken. Ze willen klappen over wat dat ze willen. Het is in examen, ze kunnen geen fouten maken. Dat kunnen de talen kunnen hebben, dat dat niet verloren gaat. Like dat je hier doet ook, een van je filmpjes. Mm-hmm. En dat je toen kan kijken hoe dat in elkaar zit, die talen. Het is niet dat ik ga zeggen. Daar. Zag je daarop? Daar, die daar. In een klein jong? Afvorken heet. Zeg, en hoe noemen heet er dat? Wat is dat? Ik ben met mijn schaamde, ja. En met aan die albende kregen de scheur nog in de mek met mijn schaamde. Met de bons. Met de machine, zo'n pakmachine en een bons. Zie je dat met je pijn? Nee. Of je vader? Nee, het is ook niet, nee. Nee. Maar nu zo de wangen, dat leren. En dat zool, dat doet al lang hier? Ja. Kun je het ongeveer dat zool een ploeg is? Daar is dat zool. Wendlaren. Ja. En daar is dat ploeg. Ja. En een brakeuze? Een brakeuze is hier. Voor dienen dat een brakeuze? Voor gebruiken ze dat? Voor tweed? Om tweed af te schrijven. Ja. Nee. En ook dat andere alarm. Ja. Ken je dat allemaal? Nee. Dat is om wetten te zijn. Nee. Vetten zijn? Distributeur dan de betering of zet, hoe zeg je dat? Betering? Betering, ja. Betering. Ieder zijn betering. Ieder zijn betering. We vetten, ja. Vetten. Ja. En we vooral allemaal nog allemaal? Pimmetrekker, nog een pimmetrekker. Wat is dat, een pimmetrekker? Pimmetrekker, ja. Ja. Dat is ook in je. Pimmetrekker? Dat is het dichtgemaar. Om te schillen. Voor te? Om te schillen. Schillen. Wat is dat, hè? Bij het land dat je een liedje kent. Dus achteraf de strabbels om te doen. Ja. En wat staat er dan nog? Van alles. En rollen? Het tollen. Het tollen noem je dat? Het tollen. Hm? Ja. En wat zijn dat hier? Dat was dat dubbel om de batteuse te doen draaien. Om de batteuse te doen draaien? Ja, dat is een batteuse. Ja. Een batteuse? Batteuse. Voor wat diende dat? Om te dashen, hè. Graan is te dashen, hè. Graan dashen? Ja. Ja. En dat hier? Die een dubbel? Ja, dubbel. Ze namen ze dat dubbel. Dat was een machine met wat? Met stoom? Met water, ja. Stoom? Ja. En ja, vier? Stoom. Ja. Vier maanden? Ja, zes, hè. Ja. Ja. En, wat is dat? Dat is dat was ook een batteuse met een pet. Mooi. Ja. Dus daar wordt dat petje trooien. Het pet moest dat zo'n trappen, dat trooien. En, ja. Dat pet moest trappen? Ja, dat moest het trappen. Dat zesters. Ja. Dat wordt niet op één, nee. Ja. Ah ja, het staat erop. Ja, nee. Bij Bosje voelde er een neering. In het jaar 96 is dat portret. Ja, dat wel, ja. Mm-hmm. Dat was ook minder dan dat we me lasten. Was dat je laatste pijt? Nou, we hebben Besselon gezien. Besselon? Ja. En is er opzetten, hè. Dat was een paard,
smet, of hoe noemt ze dat? Het is een smet, ja. Ja. En dat zijn de karren, dat is een karren. Een driewielkarren? Een driewielkarren. Zie je dat die erop zit? Ja. Is dat, zie je dat? Ja, dat is ik. Mooi. Zijn we onder de? Ja. En welke staat hier in dan? Bij ook een karren. Het is om te tonen hoe ze verraden de karren. Ja. Hier, eerst worden zakken. En dat wiel wordt verlopen, dan kan je niet draaien. Ah, ja. En ja. Mm-hmm. En ze toen een beetje kunnen draaien, zie je. Ze kunnen dat een liedje gaan. Mm-hmm. En, toen, en nu, ze kunnen ronddraaien beginnen. Mm-hmm. Dat zijn de wagens. Ja, dat is ook min, hè. Heb die wagens nog? Ja, ik kan ook nog. Ik kan er nog twee zeggen wagens. Mooi. Ja. En daar is ik nog schuim dat ik zie. Schuim aan. Zet je hier straf ja. Die foto? Nee, hier niet, nee. Mm-hmm. Nee. Dat is benoot. En not? Ja, en not. Hier zit de maas. Dat zijn maas, ja. Dat was ook in Bambi. Ja, nee. En mijn onkel. Die ook. Samen. Was je onkel en Meulenaar? Ja, mijn onkel was Meulenaar. En dan had een liedje boerderie ook, ja. Dat ook een perge, legt perge. Mm-hmm. Hoe noemde die Meul? Meulenaar. De Hilmeul. Hilmeul. Staat die hier nog? Nee. Dat is gewoon zo'n 40. Is allemaal maar woon in Noorten, ja. En dingen ook, zijn al twee om. En maar woon in 7-8. En dingen was de Kruisstraatagenter. Tot? Door mama. Heb je nog geweten er nu? Nee, ja, nee, nee. Ja. Maar 10 jaar te wereld, ik kom later. Ah, ja. De nieuwe meulen. Ja. Ook in Bambeek. Ja. Die had ook per Zuid-West. Ja? Ja, hij was net nu bij Rissel. Dan viel hij naar Daske. Ah, in dat museum daar. Een museum, ja. Is een museum ja. Van wie? Ja, het is met heel dossiertjes en al. Ja, voilà. René, en welke staat hier? Dat is Rossemaan. Naar Volkerenkoop. Ja, Volkerenkoop, ja. Van Iserhoek. Ja, naar Iserhoek. Heb je dat nog gekend? Ja, ik heb nog geweest, ja. Maar nee, ik heb nooit geen herkend. Heb je nooit geen herkend? Nee, nog niet. Het bestaat, maar die met dat bestaat. Dat is nieuw, nee. Maar... Want toen ik vroeg wilde, bij windmolens, als er geen wind was, dan kreeg je niet malen. Ja. En ja, maar ik zal dekken als wat dienstje mee heb, dan moet je tegen een malen tussen. En hoe noem je dat? Weet je dat? Arrosmalen. Arrosmalen, ja. Arros is een pijl, hè? Arros is een pijl. En ja. Een pijl die meestal rosten. Ja. Oké. Okay. Wil ik verder kijken? Dat is de batterij, daar. Bathuizen van Rikkeboer. Ja. Stoot erop, René? Nee, geen nee. Dat was hier, die kwam de Bathuizen tussen. Ah ja, ze Vier, kwam, ze Vier, kwam Vier, er. Vier, Vier Rikkeboer, zie je, daar is er ook een schabert. Meneer. Mm-hmm. Daar ook. De Bathuizen, de prassen. En ja, van de Latijn, hè. Ja. Een klokken, een horloge. Ja. Ah ja, hier. Ja. Vlas. Vlas. Een slender. Dat is een slender. Dat is een slender, ja. Dat is een slender, ja. Ze gebruikt dat ook voor... Voor vlasen, ja. Voor vlas. Ja. En dat er nu, de branchenorm van dat? Dat is een zwielmechaniek. Ja, een zwinger, hè. Een zwielmechaniek, ja. Ja. En er hier nog vlasboeren naar Westen? Ah, ja, nee, ze hebben nog een beetje vlas, hè. De boeren. Nee, hoe noemde je dat dan? Een zwister. Een zwister? Ja, een zwister. En wat deed je in vent? Hij was een liedje gendarmes van de kerken. Hij moest de meisjes stellen onder ja, zijn voilà, ja, babbel. Ja, of, ja, heb je ja. Dat ook nog geweest, geen zwister? Nee, ja, nee, ik heb nog geen zwister. En nooit geen zwister? Maar ik kan het nog herkennen, waar moet ik het nog weten, waar moet ja. Ja. Ik heb dat ook nog weten. Ja, mijn onkel was zwister. Ja. Ja, in Popeling. Nou ah ja, dat is namens ook een zwister. Ja? Een zwister. Dat is ook een zo. Ja, en dat is toch een zouten daar, aan die bank. Ja. Bestaan daar. Die bank bestaan ja, ja. De bank van de zwister. Ja, van de zwister. De kapellen. Staan jouw kapellen daarop? Ja, ze staan ook het wat op. Kijk, parochie van Bambeke, dat was in het Vlaamse. Ja,
Hm? Het was mesje zendien van het jaar 1890. Nee. Ja, dat was nog echt Vlaams. Ah ja, dat is een kerk, zeg. Dat is een Vlaamse leven, hè. Meer lang, veel langer van de scholen, hè. Ja. Nee. Ja, dat is wel, de pastor zijn langs Vlaams. Ja, was. Dat is hier uw kapelle, zeg je, nee? Ja. Kapelle van Dillige? Rita. Of welke is Dillige Rita? Hoe het werd is dat? Het in die Nivelle, had die Nivelle gedraaid en zo. Ja, ja. Hier is het mee, het wordt. Ah, ja. Nee. En zijn er nog mensen die komen lezen, ja, voor Rita? Ja, het gebeurt. Ja? Ja. Mm-hmm. Ja. Heb je nog veel kapellen? Dat was Bretschers. Bretschers. Ik heb best nog Bretschers. Ah, juist, Bretschers. Ja, Bretschers. Ja. Ja, dat is Bretschers kapel. Ja. Het is ook nog in Vlaams. Ja, ja, dat is ook in Vlaams. Nee, ja, nee. Ja. En dat is dan de Kruisstraat? De Kruisstraat. Dat is ook een Vlaamse tekst, ja, daarop, hè? Ja, ja, het is ook Vlaams. Uh-huh. Ah ja, dat die ook, ja. Met Stingen. Ja, ja. En daar ook, de Trouwe Kruis. Ah, Trouwe Kruis, ja, het is ook in Vlaams. Mm. Ja. De hele verdonnen is toch gekozen, hè? Dat dat verdonnen ja, werd? Ja, het over de helft weer. Ah ja, zijn dat gescheurd? Ah ja, ja. Ik weet niet meer winnen. Ga je laten, is je daar? Hè? Ga je laten. Kan je nog verder? Kan je een beetje vragen? Zal nog kunnen spreken? Kan je nog verder meisjes? Versta je dat? Verder meisjes. Ik zei weg. Ah ja. Ga varen. Ah ja, ga varen. Ah ja, d'accord. En matje. Dus ga dan matje en een patje. Ah ja. Peter. Peter en meter. Peter en meter. Ja. En ik ga nog varen matjes. Matje die varen bent. Ah ja. Dat wil zeggen, ik zei weg. Dat is moeilijk, hè. Een lastige. Ja, een lastige. Maar een lastige, dat is ook een bier, hè, madame. Ja, zit een bier, hè? Een nastieke? Ah ja, 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 ja. Zeg je dat soms aan de meisje weggaan? Tot een nastieke? Tot een nastieke? Ja, hè. Hij kijkt op mij en ik op jou. We slaan uw ogen, heren. We zeggen ieden en bedankt. We zeggen toch zoveel. Hè.